Niemand wil zich aansprakelijk stellen voor de schade die is aangericht in Brokopondo. Woorden van districtscommissaris Ludwig Mendelssohn, verwijzend naar de schade die in het district is aangericht tijdens de wateroverlast van april tot en met augustus 2022. Boeren zijn nog steeds niet gecompenseerd voor de schade. Zij hadden gehoopt nog voor dit kerstweekend een vergoeding te krijgen. Echter is er niets van terechtgekomen. De burgervader zegt dat het onduidelijk is wie de vergoeding moet betalen voor de geleden schade. Op de eerste plaats is het de overheid. Maar we weten van dat het land in een economische crisis verkeert. Ja, er zijn heel wat toezeggingen gedaan van dat er middelen beschikbaar gesteld zou zijn. Of dat er middelen uit het buitenland zou zijn gekanaliseerd om de kosten van watersnood te dekken of te helpen, te verhelpen. Maar we zien van dat alles berust op loze praatjes. Tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblee gisteren haalde VHP-parlementariër Ronnie Aluma aan dat er fondsen beschikbaar moeten worden gesteld voor boeren in het hele land. In de praktijk blijkt steeds dat de fondsen alleen naar een bepaald district gaan. Wanneer je kijkt naar het binnenland en Marowena Brokopondo, dan zien we dat nagenoeg 2-3% maar gaan naar daar. Maar als je de balans maakt, dan zie je dat er op een bepaalde district naar veel wordt getrokken uit deze fondsen. Kan de regering via de spreker alsjeblieft, wanneer ze kijken naar de spreiding, dat elk district in aanmerking komt. Niemand moet bevoordeeld worden, geen enkel district moet bevoordeeld worden. En dat de regering erop toezien dat de landbouwers, de boeren ook in het binnenland van Suriname in aanmerking komen. Dank. D.C. Mendelssohn wijst erop dat mensen in Brokopondo gedurende 4 maanden onder water zijn gezet en nu, na bijkans 6 maanden, er nog steeds geen compensatie kan komen. De burgervader benadrukt dat het opmerkelijk is dat er niet wordt omgekeken naar Brokopondo.